op zoek naar de Yeti. Hoe gaat die, Sky? Gaat goed hoor, Jet. Je vliegt naar Bhutan, een land in het Himalaya-gebergte. Ik ben er geweest en je gaat het geweldig vinden. Ik ben helemaal klaar voor een topervaring. Een meisje genaamd Demma heeft een pakje besteld. Ze woont met haar vader in het prachtige Sak Teng Natuurreservaat. Jee, dan ga ik vast bijzondere dieren zien. Misschien zie je zelfs wel een yeti. Hoe cool is dat? Een yeti? Wat is een yeti? Wacht maar, misschien zie je hem wel. Het is niet leuk om te wachten. Mag ik vertrekken? Alleen nog één ding. De taal die ze daar spreken heet Zongka. De woorden Kusu Zangpo betekenen hallo. Oké, Kusu Zangpo is hallo. Maar nu ben ik klaar om gedag te zeggen. Oké. Ga naar de startbaan, Jet. Tijd om te vliegen. Huizen tegen de bergwanden aan. En er zijn heel veel yaks. Ik wil graag met je mee op dierenpatrouille, pap. Oh, dat lijkt me heel leuk, Demma. Ik heb alleen één ding nodig. Pakketbezorging. Ah, daar is het al. Ik ben Jet en ik ben altijd op tijd. Kusu Zangpo, Jet. Kusu Zangpo, Demma. Klopt het wat ik zeg? Yep, je zegt hallo. Dit is mijn vader. Kusu Zangpo. Wat heeft Jet meegenomen? Kijk, dat is mijn EHBO-doos. Die kan ik gebruiken om dieren mee te helpen. Geweldig. Er is een lawine geweest. Sneeuw en ijs denderden van de berg af. We zijn bang dat er dieren gewond zijn geraakt door de lawine. Misschien is de yeti wel gewond. Sky zei al dat ik misschien een yeti zou zien. Maar wat is een yeti? Let maar eens op. Deze tekening heb ik gemaakt. Kijk, het is een heel groot en krachtig wezen. In Bhutan noemen we het een migi. Dat betekent sterke man. Het is een legende, dus niet iedereen denkt dat hij echt bestaat. Nou, ik wil er heel graag een in het echt zien. Is de yeti vriendelijk? Ik hoop van wel. Kijk, klauwafdrukken van een yeti. Niet te geloven hoe snel we er een hebben gevonden. Die zijn van muntjakherten. Mannetjesherten bekrassen de bomen met hun tanden om te laten weten dat ze hier geweest zijn. Geen yeti. Zien jullie nou wel? Er is overal een logische verklaring voor. Zelfs voor die enorme pootafdrukken? Misschien zijn die wel van die enorme beer. Dat is Dojima. Hij is onze vriend. Een Aziatische beer die hier in de bergen woont. Hé, waar is zijn whelpje? Oh nee, het whelpje zit in de problemen. Geen zorgen, ik weet wat ik moet doen. Geef me maar een bootje, kleintje. Volgens mij is hij bang voor me. Jet, probeer dan iets anders. Ik weet al wat. Ik til de boomstronk van beneden af op. Zet de straalmotoren aan. Ontvlam de turbo. Jet, zet je motoren af. Straks veroorzaken ze nog een lawine. Een schakelturbo uit. Maar hoe kunnen we dit nou oplossen?
We hebben de hulp nodig van de Super Wings. De Super Wings? Mijn te gekke vliegtuigvrienden die me altijd komen helpen als ik ze nodig heb. Torre, hoor je me? Luid en duidelijk, wat is er aan de hand, Jet? Er is hier een berenwelpje dat vastzit op een boomstronk die boven een ravijn hangt. Wie kan deze bungelende berenramp oplossen? Dizzy, zij is een echte redder in nood. En ik stuur onze nieuwste Superwing als versterking mee. Wie is dat dan? Wacht maar af, je zult wel zien. Dizzy, je moet naar Jetsu in Bhutan. Geen klus te groot, geen klus te zwaar. Dizzy speelt het klaar. Dizzy is onderweg. Ik hoop dat de Superwings hier snel zullen zijn. Ah, daar is Dizzy. Dan komt het allemaal goed. Dizzy, transformeer! Ik ben Dizzy. Ik ben de redder in nood. Maar er komt toch nog een andere Superwing? Is er dan een nieuwe Superwing? Ik bedoel, ik los dit heus zelf wel op. Dubbel reddingstaal, actie! Volle kracht! Ben al onderweg! Missie Berenwelpje redden is volbracht. Hij is veilig. Ja! Yes! Oh, ik denk dat we te vroeg hebben gejuicht. Daar komt nog een lawine aan. En die komt onze kant op. Er komt iets uit de sneeuw tevoorschijn. Een yeti. Chase is klaar voor de race. Dat is geen yeti, dat is de nieuwe Superwing. Spionnenwerk, bel deze flare. Ik ben Chase, de geheim agent Superwing. Dit zijn Demma en haar vader. En twee beren. We proberen te ontsnappen aan een lawine. Snel, spring op de boomstronk. Dorothy, jij gaat met je welpje vooraan zitten. En Demma, jij en je vader gaan achteraan zitten. Chase, kan jij ze allemaal trekken? Of ik dat kan? Ik kan bijna in alles transformeren. Wacht even hoor, ik wil een sneeuwmobiel worden. Ja, dat is beter. Dizzy, gebruik je touwen. We gaan recht op een ravijn af. Bewaar!
hert. En hij is net zo enorm sterk als iedereen zegt. Guru Rambo. Guru Rambo, hallo. Volgens mij ben je gewond geraakt toen je ons probeerde te redden. Dit helpt bij de genezing. Alsjeblieft. Dimma, hier zijn we. Jet! Iedereen in orde? Iedereen in orde. De Yeti heeft ons gered. Huh? Waar is hij heen? Ach ja, ik denk dat hij liever een mysterie wil blijven. En hij wil er vlug vandoor. Net als ik. Spionnenstijl. Over er vlug vandoor gesproken. Wij moesten maar weer eens terug. Bedankt, Superwings, voor al jullie hulp. Klaar om te gaan? Ja, dank jullie wel. Superwings, blijf bezorgen. Tot ziens.